Welkom allemaal. Dankjewel Beromi voor dat iedereen een beetje los heeft gemaakt. Beromi. Nee, hartstikke goed. Beromi, sorry. Welkom bij het Nationaal Gesprek over Vrijheid. Heel erg fijn dat iedereen hier weer bij elkaar aanwezig is. Vorige hebben we helemaal online gedaan. Maar er zijn ook mensen die vanuit hun huis mee aan het kijken zijn. Ook welkom. Ook straks is er voor jullie de mogelijkheid om vragen te stellen. En iedereen zit heel netjes 1,5 meter van elkaar af. We hebben dit jaar natuurlijk corona gehad, nog steeds. Daardoor hebben we zelf eigenlijk ook nu een heel klein beetje geleerd hoe het is om niet zeg maar alles maar te kunnen. En een beetje onze vrijheid is zeg maar wat minder dan dat het was. Mijn naam is Rogaya Sek, ik ben programmamaker hier in de Bali. En we maken heel veel verschillende programma's hier. Ook heel vaak over vrijheid, over het niet hebben van vrijheid. En ja, door de corona zouden we eigenlijk bijna vergeten dat het dit jaar ook 75 jaar geleden is dat wij bevrijd zijn. 75 jaar leven we in vrijheid. Wij willen dat nog wel benadrukken door dus deze gesprekken aan te gaan. Deze gesprekken, 75 plekken, 75 mbo-scholen, op dit moment hier in de Bali. Dat doen we eigenlijk niet alleen. Moet ik eventjes de partners erbij halen. Ik zal je zo meteen aankondigen, Femke. Nou, ik ben heel benieuwd van welke mbo's. Ja, deze zijn van het mbo Westport Noord, als ik het goed heb. Klopt dat? En wie van jullie, zijn het dan eigenlijk, ik denk, er zijn toch twee verschillende. Je hebt Westport Noord, je hebt Westport en Noord. En wie van jullie zit bij Westport? Vingers. En zijn er ook mensen van Noord? De andere. Ja, ongeveer 50-50, als ik het goed heb gezien. Van Handel. En nou, we organiseren dit niet alleen. We organiseren dit met V-Fonds, MBO-raad, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting Uitvoering 75 jaar Vrijheid en het ROC van Amsterdam in dit geval. Ik ben ontzettend blij dat we met wie we dit vandaag mogen gaan doen. Namelijk met onze burgemeester Femke Halsema. Geboren in Enschede, fractievoorzitter geweest. Klopt het niet, geboren of alleen opgegroeid? Wel opgegroeid, maar geboren in Haarlem. Geboren in Haarlem, opgegroeid in Enschede. Fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks in de Tweede Kamer geweest. In 2011 verliet u de Tweede Kamer. En sindsdien heeft u ook verschillende boeken geschreven, onder andere Pluche. Op 12 juli 2018 werd u de burgemeester van Amsterdam, de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Welkom, wat fijn dat u hier bent. Dankjewel. Applaus. En zometeen is er natuurlijk ruimte voor jullie, want daar gaat het uiteindelijk om, dat jullie vragen stellen. En dat doen we in drie, want er zijn al wat mensen van jullie die vragen hebben opgestuurd. Ik ga wat van jullie zometeen de beurt geven, maar tussendoor is er ook de mogelijkheid om zelf, als je denkt van, oh nou, nu we het hier toch over hebben, ben ik ook eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar dit of dat, dan is daar ook de mogelijkheid toe om vragen te stellen. En de vragen die jullie stelden gingen heel veel gingen over corona en ook de coronamaatregeling. En er gingen ook heel veel over de Black Lives Matter protesten en discriminatie. Dus het leek me goed om dat eventjes een beetje onder te vertelen in blokjes. Dus we beginnen met een blokje corona, dan blokje Black Lives Matter en discriminatie. En dan eindigen met alle andere op zichzelf staande vragen. Dat is zover wat we allemaal gaan doen. En dan is er ook de ruimte voor de mensen die thuis zitten om ook vragen te stellen. Maar ik vond het eigenlijk zelf ook wel heel erg leuk om u eventjes te spreken. Dus ik wilde eigenlijk zelf heel even het spits afbijten. En dat wilde ik doen door te beginnen met een videofragment. Het wezen van Amsterdam. Dat is de belofte van vrijheid. De belofte dat je hier in Amsterdam je geluk kan najagen, dat je je lot in eigen hand kan nemen. En die belofte die wordt je gedaan in de oude kroegen op de Zeedijk. Die hoor je in de liederen op Keti Koti over het breken van de ketenen. Die zie je op de boten van de Pride. En die lees je op de voorpagina van de Telegraaf de dag na een aanslag, als daar in de grootste chocoladeletter staat: wij zwijgen nooit.
Het was die belofte van vrijheid die de Portugese Joden, die de vervolging en geloofsdwang van de Inquisitie ontvluchten, naar onze stad dreef. Het is diezelfde vrijheid die de provo's bevochten op Van Hal, op conservatieve regenten, en die onze stad ook nu nog zo aantrekkelijk maakt. Voor bedrijven en voor vluchtelingen. Voor cultuurminnaars en voor feestvierders. Voor gelovigen en ongelovigen. Voor orthodoxen en vrijdenkers. Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid. Prachtige woorden die u 2 jaar geleden sprak toen u begon als burgemeester. Hoe kijkt u daarop terug? Bent u de afgelopen 2 jaar de hoeder geweest van de vrijheid? Nou, dat vind ik niet makkelijk te beantwoorden, want ik had me nooit kunnen voorstellen, toen ik burgemeester werd, dat er een coronavirus zou komen en dat je daarmee, dat ik mensen moet dwingen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, om een tijd niet meer in groepen bij elkaar te mogen komen. Ik bedoel, als je tegelijkertijd de plicht hebt, en die heb ik ook, want ik moet ook voor de volksgezondheid en de openbare orde zorgen, dat ik de politie eigenlijk de opdracht moet geven, als een groepje jonge mensen bij elkaar zit zonder afstand te houden, dat ze beboet worden. Ik weet heel goed dat dat vrij weinig met vrijheid te maken heeft. En dus ben ik de hoeder van vrijheid geweest? Nee, ik heb soms ook onvrijheid in de stad moeten toelaten om te zorgen dat mensen niet ziek werden. En hoe was dat voor u? Ik vind dat ingewikkeld. Ik denk dat dat voor heel veel bestuurders geldt, mensen zoals ik in andere steden, is dat je moet altijd, als je burgemeester bent, moet je aan de ene kant zorgen dat mensen vrij kunnen zijn, en aan de andere kant moet je kunnen zorgen dat mensen veilig zijn. En die twee dingen botsen soms met elkaar. Want om te zorgen dat mensen veilig zijn, moet je ze dingen verbieden, moet je ze soms beboeten, moeten mensen zelfs soms de cel in. En dat staat natuurlijk tegenover vrijheid. Dat is het eerste. En het tweede, kijk, ik zeg dat Amsterdam heeft de belofte van vrijheid. Nou, dat wil niet zeggen dat iedereen in onze stad vrij is. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die zich onvrij voelen, die zich gediscrimineerd voelen om hun achtergrond, hun kleur, om hun geloof, om hun seksualiteit. En ik heb eigenlijk nog elke dag, en dat zal ook de komende jaren niet anders zijn, het idee dat we moeten proberen om die belofte waar te maken. En dat betekent dat we er nog lang niet zijn. Ja, mag ik daar 1 groep uit pakken? Namelijk, een van de dingen die u noemde was de Gay Pride. Ja. En een feest natuurlijk om te vieren omdat mensen lief mogen hebben wie ze lief willen hebben. Ja. Dit jaar waren er ook twee mannen die met elkaar een relatie hadden, die hand in hand door Oost liepen en de tweede keer al in een week of in 2 weken werden lastiggevallen. En die zeiden, we voelen ons eigenlijk hier helemaal niet zo vrij meer. Amsterdam is helemaal niet meer zo'n vrije plaats voor het uiten van je vrije seksualiteit. En hoe kunt u een hoeder zijn voor die groep van vrijheid? Nou, dat is inderdaad een probleem. Kijk, Amsterdam is heel erg lang de gay capital of the world geweest. Het was de plek in de Reguliersdwarsstraat, op allerlei andere plaatsen, en met de Gay Pride, hè, de eerste in de wereld, waar je echt kon zijn wie je wil. En er is toch op veel plekken in de stad worden homo's, maar ook bijvoorbeeld trans mensen, die worden bedreigd en soms in elkaar geslagen. Het is ook de afgelopen week weer gebeurd. Dat is een enorme is heel erg, omdat dan andere mensen, degene, de daders, de verdachten, die accepteren gewoon niet dat mensen anders kunnen zijn. Maar wat ik er ook wel bij wil zeggen, dat vond ik
ik had raadsvergadering, ik moest met raadsleden praten deze week. En toen was er iemand in die zei ook, wat ik ook erg vind, is dat altijd dezelfde mensen erop aangekeken worden. Als er weer homo's in elkaar geslagen worden of trans mensen. En dan wordt er altijd bijvoorbeeld naar Marokkaanse jongeren gekeken of naar anderen, ook als je er helemaal niks mee te maken hebt. Dus de ene intolerantie, de ene discriminatie, leidt ook vaak tot andere discriminatie. Dus je ziet gewoon dat heel veel mensen in Amsterdam onder druk staan om wie ze zijn. Ja, duidelijk. En tenslotte, voordat ik natuurlijk jullie, het gaat hier om jullie, persoonlijk dreef ook, was het ook de belofte van vrijheid die u naar Amsterdam dreef in uw studententijd, geloof ik? Of wanneer kwam u hier aan in Amsterdam? Ja, ik ben niet in Amsterdam opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een stad op de rand met Duitsland. In een provinciestad. En ik weet toen ik opgroeide, dat ik één keer met vriendinnen, toen ik 15 was, naar Amsterdam ben gegaan. En ik wist gewoon niet wat ik zag. Bijvoorbeeld in Enschede was iedereen wit. En wij zijn toen over het Damrak naar de Dam gelopen. En ik vond het zo wild en spannend, dat het mij echt een tijd heeft gekost voor ik zelf naar Amsterdam durfde te komen. Maar voor mij is Amsterdam wel altijd het symbool geweest van een hele vrije stad. En ik weet niet of jullie, dat is een hele oude film, Turks Fruit kennen. Kennen jullie allemaal? Ja, ik weet. Wie kent Turks Fruit? Wie kent Turks Fruit? Iemand achterin, een vingertje omhoog. Nou, in Turks Fruit, maar het grappige is, de Libi, wie kent de Libi? Die kennen de meestal. Maar ja, in Turks Fruit zit een scène waarin een jongen en een meisje bij elkaar op de fiets zitten. Die willen gaan trouwen en die gaan zo rakelings door het verkeer. Die snijden auto's af, die roepen wat. En dat is veel dingen die wel net mogen of net niet mogen. Maar als je daarnaar kijkt, word je helemaal gelukkig. Je ziet Amsterdam. Maar in de Libi zitten net zulke scènes. Hè? Daar zie je die drie jongens in die Kanta door Amsterdam racen. En dat heeft ook iets heel vrijs. En dat is voor mij heel erg Amsterdam. Dank u wel, prachtig. Oké, nou dan gaan we nu over naar jullie natuurlijk. En dan wil ik graag heel graag beginnen met blokje corona. Want daar waren heel veel vragen over binnengekomen. Een vraag van Marina bijvoorbeeld. Is Marina in de zaal? Ja. Dan komt Joris zo meteen naar je toe met een hele lange 1,5 meter microfoon. Wat vindt u van de coronamaatregelen? En wat voor effect geeft het op school? Op de scholen bedoel je? Hoi Marina trouwens. Nou, ik vind de coronamaatregelen noodzakelijk. Hè, want we moeten toch met z'n allen ervoor zorgen dat we niet ziek worden. Vooral dat onze ouders niet ziek worden, onze opa's en oma's niet ziek worden. Hè, want die kunnen er echt veel sneller aan doodgaan dan mensen van jullie leeftijd. Dus we moeten wel allerlei maatregelen nemen. Maar ik vind geen leuke maatregelen. He, dat zei ik net al een beetje. Het is natuurlijk toch heel onnatuurlijk dat je elkaar niet meer vast kan houden. Ik bedoel, ik heb mijn eigen moeder inmiddels al 6 maanden niet geknuffeld. En dat vind ik eigenlijk toch wel heel raar. En ik heb daar pijn van. En ik denk dat de meeste mensen van dat soort dingen pijn hebben. Weet je, dat je niet bij je opa en oma lekker in de buurt kan komen. Of als je het toch gedaan hebt, want we zijn allemaal maar mensen. Dat je je toch zorgen gaat maken dat je iemand misschien ziek maakt. Nou, dan de scholen. We zien op dit moment al dat er leraren besmet raken en dat de scholen dan dichtgaan. Ik denk dat het voor kinderen en jongeren enorm belangrijk is om naar school te gaan. Omdat dat de plek is waar je kan dromen over je toekomst, waar je van alles leert. En vooral ook voor kinderen en jongeren die thuis onveilig zijn. Die hebben we natuurlijk ook, hè, die geslagen worden. Is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je de school hebt. En dat je daar naartoe kan. En dat je daar ergens een plek hebt waar je wel veilig bent. Dus dat we de scholen een tijd hebben moeten sluiten, vind ik eigenlijk het allerergste. En dat er nu af en toe weer scholen dichtgaan, omdat de leraren ziek worden, vind ik ook heel erg. En Marina, wat vind je zelf van de maatregelen? Hoe merk je dat op school? Nou, op school, het werkt een beetje ook niet. Bijvoorbeeld online lessen, ik vind fysiek juist beter. Want online leer je niet echt veel. Bijvoorbeeld bij fysiek, dan legt een leraar het ook echt precies uit. Bij online heb je zo van werk en maak dat maar. En lukt het je te concentreren online? Ja, af en toe wel.
Dankjewel. Maar ik denk, wij mensen hebben ook gewoon allemaal behoefte aan contact met elkaar. En dan kan je natuurlijk via social media, hè, ik bedoel, heel veel jongeren zitten volgens mij hierdoor ook heel erg veel op social media. En hè, komen er nauwelijks meer vanaf. Ik heb zelf 2 16-jarigen en ik zie het ook gebeuren. 1 op het mbo. En je merkt gewoon, en zeker volgens mij als je jong bent, dat je gewoon enorm behoefte hebt om met je vrienden te zijn, om met elkaar te kunnen praten, om uit te kunnen gaan, naar clubs eventueel te kunnen gaan. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel onnatuurlijk. Is er nog een vraag uit de zaal? Ja, vooraan. En wat is je naam? Mijn naam is Hadeva. Ik had een vraag over de maatregelen. Hoe vindt u dat die worden nageleefd? Want bij ons hier op mbo worden er in delen gehouden, de lessen en online. Maar mijn zusje bijvoorbeeld, die in Noord op school zit, zit ze bij wijze van spreken allemaal op elkaar. Dus gewoon naast elkaar, niet echt 1,5 meter. En echt alleen de docent worden beschermd. Dus daar mag je niet bij in de buurt komen. Ja, kijk, voor heel veel van die maatregelen geldt, omdat ze heel snel verzonnen zijn, eigenlijk een beetje in een situatie van paniek, hè? We moeten snel, zijn ze niet allemaal even logisch of consequent. En we hebben nu volgens mij dat je tot je 18e dicht bij elkaar mag zitten, of op de middelbare scholen en de lagere scholen wel, maar het mbo weer niet, als ik het me goed herinner. Dat is natuurlijk een beetje gek. Dat gaat uit van het idee dat hoe jonger je bent, hoe kleiner de kans is dat je anderen besmet. Maar ja, we leren elke dag weer andere dingen en dan blijkt toch dat als je jonger bent je wel weer... Ik ben geen arts. Ik heb niet echt verstand van hoe dat virus zich verspreidt. Dus ik moet me ook maar baseren, hè, net als jullie, op de dingen die ik van anderen hoor. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat we een beetje het goede doen. Hè, dat we niet over een tijdje ontdekken dat we net de verkeerde maatregelen hebben genomen. En u heeft ook de verantwoordelijkheid over de handhaving ervan? Oh ja, de handhaving. Ja, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. En je merkt eigenlijk nu, we hebben het nu al 6 maanden, dat de meeste mensen vergeten het op straat. Hè? Ik bedoel, het is ook gewoon moeilijk om er elke dag, de hele dag aan te denken. En heel veel mensen gaan ook denken, het hoort er nou eenmaal bij, corona. Weet je, het is wat het is. Het is een fact of life. En dat maakt ook dat mensen niet meer zo gemotiveerd zijn om het nog na te leven. En mensen hebben behoefte aan lol. We hebben de handhaving is eigenlijk wel een probleem. Hoe doe je dat? En er komt nog iets anders bij. Politie is natuurlijk eigenlijk bedoeld, en ook de handhavers, de BOA's, die zijn bedoeld om te letten op misdaad en op overtredingen. En ondanks dat het officieel een overtreding is, hè, dat je afstand moet houden, en als je dat niet doet, kun je een forse boete krijgen, voelt het voor de meeste mensen niet alsof je iets doet wat crimineel is. En de politie vindt het natuurlijk ook vaak ingewikkeld om tegenover de eigen bevolking te moeten staan en te zeggen, je moet afstand houden, anders krijg je een boete. Die willen natuurlijk toch liever achter criminelen aan. Is het mogelijk om daar een beetje consistent in te zijn? Door en voor de handhavers? Nou, kijk, we hebben in de loop van de tijd afgesproken. Jullie zullen ook wel merken dat er op straat niet echt meer gehandhaafd wordt. Dat was wel in het begin, hè, toen iedereen ook nog binnen moest blijven. Toen werd er echt opgelet dat je uit elkaar... Nu letten we vooral bijvoorbeeld op cafés, op feestzalen, op andere plekken waar grote groepen mensen bij elkaar komen. En als daar dan mensen toch op tafel staan te dansen, veel te dicht bij elkaar, dan wordt er ingegrepen. Maar dan heeft vooral in de eerste plaats krijgt het café een boete, ja, of de danszaal. En minder snel mensen zelf. Ja. Emmanuel, is hij ook aanwezig? Die had ook een vraag over handhaving. Ja, ik had een vraag over de... Ik zag je niet. Ik had een vraag over de coronamaatregel. Hoe lang vindt u dat dit nog steeds moet blijven, zeg maar, over de 1,5 meter afstand en het dragen van maskers? Vindt u niet dat er totaal geen resultaat, komt? En... Ja, er is in Amsterdam op dit moment nergens de plicht om maskers te dragen. Het kan wel... Nee, niet meer. Dat was tot 31 augustus, maar nu niet meer. OV.
Ja, sorry, natuurlijk. Oh, goed dat je het zegt. Wel in het openbaar vervoer en op de pont. Dus in de metro's, in de trams en zo. Daar geldt hij wel. Omdat je daar slecht afstand kan houden. De anderhalve meter, hè, die plicht om afstand te houden. Ja, weet je, wij zien de afgelopen week dat de besmettingen weer enorm omhoog aan het gaan zijn. En ze komen ook meer bij oudere mensen terecht inmiddels. We zien gelukkig nog niet dat er meer mensen in het ziekenhuis liggen. Maar zolang die besmettingen heel hoog zijn, Amsterdam is de stad in Nederland waar de meeste besmettingen zijn, zullen we dat toch moeten doen. Dus pas als de besmettingen echt naar beneden gaan of als we een vaccin hebben, kunnen we daarmee ophouden. Zijn er nog andere vragen uit de zaal? Ja. Ja, goeiedag. Wat is je naam? Sorry. Ik ben Edem. Wij gaan nu bijvoorbeeld 1 dag in de week naar school, maar moeten wel stage lopen. Maar ik vind eigenlijk dat stage lopen riskanter is dan naar school gaan. Dus ik snap dat niet echt. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is een beslissing van je school, hè? Dat is niet een beslissing van ons. Ik ben wel heel blij dat je stage kan lopen, want dat is op het mbo natuurlijk hartstikke belangrijk. Hè? Ik zou vooral tegen je willen zeggen, kijk dan uit als je zelf stage aan het lopen bent en probeer een beetje afstand te houden. Want ik zou het wel, in het voorjaar, voor de zomer, gingen ook de stages niet meer door. En dat vond ik wel, dat vond ik voor jongeren echt heel erg. Dus ik ben wel blij dat ze er zijn. Want waar ga je stage lopen? Kijken. Maar wel de zin in? Ja, superveel. Welk jaar mbo ben je? Eerst op niveau 4. En daarvoor was nog een vraag in de groene. Dezelfde vraag. Oké. Hier voorin, wacht even, dan komt iemand met een microfoon naar je toe. Joris komt met een microfoon naar je toe. Nou, ik had een vraag. Waarom is er eigenlijk geen oplossing op school dat wij eigenlijk mondkapjes kunnen dragen en gewoon naar school kunnen gaan, maar wel op openbaar vervoer? Omdat in het openbaar vervoer, maar even voor de duidelijkheid. De minister van Volksgezondheid neemt de beslissingen die voor het hele land gelden. En dat geldt bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer. Wij nemen de beslissingen die alleen in onze gemeente of in de regio gelden. Dus de mondkapjes openbaar vervoer is landelijk bepaald. En dat is bepaald omdat het onmogelijk is in het openbaar vervoer om 1,5 meter afstand te houden. Op scholen zou je wel 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Dus is een mondkapje daar niet verplicht. Maar je ziet wel dat er een aantal scholen zijn in Amsterdam die er toch voor hebben gekozen om een mondkapje verplicht te stellen. Maar dan beslissen de scholen dat zelf. Maar waarom we de mondkapjes niet allemaal verplicht stellen op scholen, omdat de 1,5 meter belangrijker is dan het mondkapje. En het eigenlijk alleen daar wordt ingevoerd waar het onmogelijk is om het om afstand te houden. Ja, maar zeg maar, we hebben wel gewoon 1 dag school in de week. Het is niet eens dat we 3 dagen hebben of zo. En het onderwijs is eigenlijk best wel belangrijk voor het Nederland vooral. Ja, dat ben ik met je eens. Alleen de bescherming van het mondkapje is echt niet zo groot als van de 1,5 meter. Dus het is niet zo dat je dan 3 of 4 dagen naar school kan, geen 1,5 meter afstand meer hoeft te houden en dan een mondkapje kan dragen. Want dat betekent toch dat de onveiligheid op school veel groter wordt. Maar zeg maar, het is niet per se op het mondkapje gericht. Het kan ook gewoon in groepjes gedeeld zijn. Zeg maar. Ja, maar dat heeft natuurlijk gewoon te maken met of het de school lukt met zijn leraren en zijn roosters. En dat kan ik natuurlijk ook niet zo goed beoordelen. Dat verschilt per school. Ja. Dankjewel. Zijn er nog vragen over corona? Want anders, ja, en dan vind ik het heel leuk om verder te gaan zo meteen naar de Black Lives Matter. En kan je jezelf voorstellen? Ik ben Jamairo, maar ik had 1 vraagje. Waarom vindt u dan dat de 1,5 meter effectiever is dan een mondkapje? Nou ja, dat vind ik niet. Dat vinden de artsen en de mensen die er echt verstand van hebben. Die zeggen dat 1,5 meter afstand houden je beter beschermt tegen corona dan een mondkapje ophouden, waarbij je dichter bij elkaar komt. Want dan is er toch een kans dat je of zelf besmet raakt of iemand anders besmet. Die kans is groter dan wanneer je afstand houdt. Dus maar
dat is niet iets dat ik verzonnen heb. Dat is ook door de minister van Volksgezondheid beslist dat we in het hele land 1,5 meter afstand houden. Er was nog één. Reva heet die weer? Hudeva. We hebben het over die naleving van die 1,5 meter. En ik werk in een supermarkt. En heel veel mensen konden geen stage lopen of werken toen het zo heftig was, de corona. Wat vindt u van als de mensen die bijvoorbeeld het hadden over een premie voor de mensen die werken in een supermarkt? Want ik heb wel heel erg gemerkt dat heel veel klanten toen het een beetje uit de hand liep, dat ze zich niet hielden aan de 1,5 meter regel. Waardoor we nu ook lopen met hesjes van 1,5 meter afstand alsjeblieft. Maar ik merk nog steeds elke dag dat heel veel mensen er niet aan houden en gewoon dichtbij komen. En wat bedoel je precies met een premie? Gewoon een toeslag, gewoon meer geld. Weet je wie daar ook om vragen? De mensen in de zorg. Kijk, er zijn natuurlijk, en ik bedoel, applaus voor jou hoor, en voor alle mensen die in supermarkten hebben gewerkt en op andere plekken. Want het geldt ook bijvoorbeeld voor politieagenten, voor vuilnisophalers, voor veel leraren, voor heel veel anderen. Terwijl tegen iedereen werd gezegd, je moet thuis blijven, want het is onveilig. Zijn er mensen die juist naar buiten gingen om te zorgen dat toch alles het bleef doen. En dat zijn ook de supermarktmedewerkers. Moet je een premie hebben? Nee, wel een applausje. Bedankt. Ik, Jamairo? Volgens mij had jij een brief of was het is er nog, zijn er nog meer? Jamairo? Ja, want je hebt een brief, toch? Die je gaat voordragen. Klopt. Dan luiden we nu het volgende blokje in. En dan wil ik je graag naar voren vragen. Dan mag je wel eventjes op mijn plaats zitten om het voor te dragen. Kan ik gelijk beginnen? Je mag wel gelijk beginnen, ja. Geachte burgemeester, mijn naam is Jamairo en ik ben kort gezegd woedend over hoe politie... Moet je harder praten, of dichter in. Dichterbij? Ja. En ik ben kort gezegd woedend over politieagenten te werk gaan. Ten eerste vind ik de werkwijze van sommige agenten complete onzin. Ik vind dat er minder gekeken moet worden naar wie je bent en wat je afkomst is, maar meer naar wat je hebt gedaan. Dit zogeheten etnisch profileren is compleet oneerlijk. Bijvoorbeeld als een blanke jongen die een winkel berooft omdat hij de kick lekker vindt, krijgt veel minder straf dan een donkere jongen die het doet om te eten. Alleen omdat er wordt gekeken naar waar je vandaan komt en wie je bent, krijg je veel minder straf. Terwijl de rechtbank daar in principe niet naar mag kijken. Ik verwacht dus eigenlijk dat er verandering in komt. En als je een hele groep staande houdt, beste agent, ga ze dan niet uit de tent lokken, omdat je ervan uitgaat dat ze al iets hebben gedaan. En als je een donkere jongen in een mooie snelle auto ziet, ga er niet vanuit dat het van zwart geld is. Want uiteindelijk, hoe dan ook, moeten we op één aardbodem met elkaar leven. En wordt het er niet beter op als we op elkaar gaan letten of welke huidskleur of ras iemand heeft. Ik hoop uiteindelijk dat we meer kunnen letten op hoe we met elkaar omgaan. En meneer de agent, je kan ook netjes groeten of vragen hoe het met iemand gaat, in plaats van degene of zijn ras of huidskleur te beoordelen. Heel mooi. En je hebt helemaal gelijk. Ja, eigenlijk was het niet eens de bedoeling dat ik het zou voorlezen. Want oh. Ik had het binnen 5 minuten geschreven. Nou, dan is het helemaal echt geweldig. Ik had het niet helemaal uitgewerkt, want mijn mentor die gaf het aan me vorig jaar. Toen deed ik nog een andere opleiding. Maar ja. Toen moest ik een brief inleveren en toen had ik dit gewoon snel geschreven. Ja. Etnisch profileren is verboden. Het mag echt Klopt. Niet. Maar het gebeurt wel. Ja, dat is heel jammer. Ja, want, is heel erg. Want ik zat laatst in de trein en toen merkte ik het ook dat toen ik een boete kreeg richting Sloterdijk naar Centraal, de conducteur me nog een boete wou geven, omdat ik mijn mondkapje niet op had en omdat hij vond dat ik grote mond aan hem gaf, omdat hij me niet kon verstaan. Dus ik vind dat ook eigenlijk compleet onzin. En daarna keek ik hoe hij aan andere personen een boete gaf. En dat ging compleet op een andere manier. Dus je dacht dat het met je kleur te maken had? Ja, het voelde wel zo, om het dan maar eerlijk te zeggen. Nou, kijk, de politie mag niet etnisch profileren. Ja. Maar ze doen het af en toe wel.
de politie weet dat dit een groot probleem is. We zijn op dit moment, voordat corona uitbrak, zijn we net begonnen met het voeren van gesprekken met allemaal agenten, met heel veel jongeren in de wijken. We hebben bijvoorbeeld in Nieuw-West hebben we met een aantal agenten en 100 jongeren zitten praten. En er waren allemaal jongeren, Marokkaanse, Turkse jongeren, zwarte jongeren, die allemaal verhalen hadden. En afschuwelijke verhalen af en toe. Een 18-jarige jongen die net zijn rijbewijs heeft en even in de auto van zijn vader op gaat halen en onmiddellijk aangehouden wordt omdat men eigenlijk denkt dat hij de auto gejat heeft. Dit soort verhalen, en die zijn er heel veel. De politie weet steeds vaker dat het een probleem is en dat ze ermee op moeten houden. Ze vinden het zelf ook een probleem. Weet je waarom ze het ook een probleem vinden? Als je als politie goed je werk wil kunnen doen in een stad als Amsterdam, dan heb je hulp nodig van je bevolking. Dan moet je bevolking moet je vertrouwen. Want anders kun je je werk niet goed doen. En als jij het gevoel hebt dat je onterecht wordt aangehouden, hè, en dat je op je kleur geselecteerd wordt, of je achtergrond, of omdat je op een scooter zit en je tasje scheef hebt, want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak, dan vertrouw je de politie niet meer. En dat is ook voor de politie een heel groot probleem. Voor jongeren, we hebben in Amsterdam, heeft van de jongeren die hier opgroeien, de meerderheid van de jongeren heeft een kleurtje of ouders die ergens vandaan zijn, anders vandaan gekomen zijn. Dus de meerderheid van onze jongeren heeft een kleurtje. En dan is het des te erger als je dan bedenkt dat voor heel veel van de jongeren, want ik denk dat heel veel van jullie ook ervaringen hebben, geldt dat je het in het openbaar vervoer. Wij doen heel vaak testen bij discotheken. En dan blijkt bijvoorbeeld dat twee witte jongens, die kunnen gewoon naar binnen. En er komen twee donkere jongens en die krijgen dan te horen, je mag alleen met een meisje naar binnen. Dus je komt er niet in. Maar kijk. Dat soort. En de politie. En dan nog eens, dat is echt een heel groot probleem. Want Amsterdam heeft zijn jongeren nodig. Jullie zijn onze nieuwe volwassenen. Jullie moeten onze stad ook in de toekomst zorgen dat die mooi is en goed is. En jullie gaan hier werken, je gezinnen opvoeden. Dus jullie moeten je ook veilig en thuis en beschermd voelen in Amsterdam. Je moet met trots een Amsterdammer kunnen zijn en weten dat je erbij hoort, altijd. Maar denkt u dat het u als burgemeester dan, laat me het even naar mezelf toe verplaatsen. Denkt u dan dat het u als burgemeester gaat lukken om dan mij ook een veilig gevoel te geven als donker jongen of als buitenlander? Wat heb je ervoor nodig? Dingens, ik wil gewoon normaal op straat kunnen lopen zonder dat ik word lastiggevallen. Ik wil eigenlijk, ik kan niet zeggen, maar dat er sterker wordt gehandeld bij discriminatie. Want het gebeurt. En het is niet alleen, laat me het niet zo zeggen, het is niet alleen een blank persoon discrimineert niet alleen een donker persoon. Maar het gebeurt ook bij Marokkanen en het gebeurt ook bij Turken die gediscrimineerd worden. Dus ja. Nee, het gebeurt gewoon heel veel jongeren. Het gebeurt ook heel veel volwassenen. Ik bedoel, het is niet alleen. Kijk, ja. Ik bedoel, als je mijn toespraak hoorde, dat is voor mij een van de belangrijkste dingen om te doen. Alleen, dat kun je niet in je eentje. Daarvoor moet de hele stad veranderen. Want uiteindelijk begint discriminatie bij mensen zelf. Dat begint op straat, met mensen die elkaar uitsluiten. Het begint met politieagenten, conducteurs. Dus de hele stad moet veranderen. En dat betekent dat we er veel over moeten praten. Je ziet natuurlijk door Black Lives Matter dat er veel meer aandacht voor komt. Dat er toch ook de verhalen van discriminatie, de verhalen van uitsluiting, die krijgen heel veel aandacht. En dat is goed. En je mag van mij verwachten dat ik er altijd aandacht voor vraag. En dat ik altijd met de politie praat. En altijd tegen de politie zeg, dit kan niet. En gelukkig zie ik bij de politiecommissaris en bij anderen, dat ze het ook echt erg vinden. Dat ze ook, en er zijn ook heel veel agenten, want dat moet wel gezegd worden, de wijkagenten, anderen, die het ook heel erg vinden als het gebeurt. Die weten dat je dan gewoon jongeren kwijtraakt, dat jongeren je niet meer vertrouwen. En dan even uit het kader dan van gericht naar jongeren en discriminatie. Dan gewoon meer over discriminatie dan. Want over 2 maanden is het december.
En dan is het ook weer de intocht van Zwarte Piet. En Sinterklaas, om het dan maar te zeggen. Maar wat vindt u ervan dat er nog steeds met Zwarte Pieten worden, de intocht wordt gehouden in plaats van Roetveegpieten? Ik, vorig jaar heb ik het meegemaakt dat in mijn buurt, in mijn straat, liepen de Zwarte Pieten. Waar was je? Dat was in Amsterdam-Noord. Ja, Blauwe Zand. Dat klopt. Er is in Amsterdam-Noord is er één winkeliersvereniging waar we het er maar niet uit krijgen. En die nog steeds met de oude Zwarte Pieten rondloopt. Maar de Amsterdamse intocht is al, ik dacht, 4 of 5 jaar met Roetveeg. Pieten. En daar zie je ook dat als je naar de kinderen kijkt die langs de kant staan, die zijn van alle kleuren. Dus in Amsterdam is eigenlijk dit al een hele tijd, dat is door mijn voorganger, door Eberhard van der Laan, is dat al veranderd. Wat niet wegneemt, want ik kan me voorstellen dat je er gewoon tegenop ziet, dat op het moment dat Sinterklaas er weer aan begint te komen, gaan er weer een hoop mensen schelden? Krijg je die rotdiscussies weer? Word je er weer van bewust en mee geconfronteerd? En kun je gewoon heel vervelend voelen? Ja, dat klopt wel inderdaad. Ja. Oh, sorry. Nee, hartstikke fijn. Je neemt het gewoon over, dat is hartstikke leuk. Ik ben blij, ik zit hier gewoon lekker. Nee, dankjewel Jamairo. En je noemt jezelf een buitenlander, maar dat ben je natuurlijk niet, hè? Ja, klopt. Dankjewel. Fantastisch. En dan wilde ik nu verder naar Laila. Is die er ook? Nee, Laila is niet. Oh, nee, maar je hebt een hele mooie vraag. Ik vind hem echt heel goed. Ik zou hem eventjes hier het briefje. Als je... Ik ben een beetje... Zwart gedrukt. Heeft u zelf wel eens meegemaakt dat u werd gediscrimineerd of anders werd gehandeld? Bij u? Anders werd behandeld? Nou, ik ken uit Enschede. Ik was een van de weinige mensen met donker haar. Was donkerder dan de meeste mensen daar. Kan ik van toen ik opgroeide wel herinneren dat ik uitgescholden werd. Voor Turk, altijd. Maar het is wel heel makkelijk om dat te zeggen. Want ik ben natuurlijk gewoon een witte vrouw. En dus de echte ervaring van discriminatie, die ken ik niet. Ik heb wel als vrouw. Vrouwen hebben het natuurlijk af en toe ook lastiger dan mannen. Alleen dat gaat minder openlijk dan discriminatie op kleur en achtergrond. Hè. Dat is vaak subtieler. Dat je niet precies weet of je nou achtergesteld bent omdat je een vrouw bent of niet. Maar discriminatie op kleur bijvoorbeeld is natuurlijk, ja, dat ken ik niet. Ik ken alleen heel veel verhalen. Ik heb wel mijn kinderen, die zijn deels Aziatisch. En die hebben er wel last van. Hè, er wordt op straat vaak gescholden voor Asians. En die hebben daar last van. Die vinden dat erg. En als vrouw, vindt u dat dan dat het de afgelopen 2 jaar heeft u discriminatie ervaren als vrouwelijke burgemeester? Nou, ik word wel heel vaak uitgescholden op mijn vrouw zijn. Ik word vaak voor hoer uitgescholden, voor allerlei vergelijkbaar. Voor hoer uitgescholden ook de afgelopen jaren? Ja. Ik kijk voor de lol nog eens naar de inhuldiging van Ajax. Oh ja, ik heb gezien. Waar ik op het podium sta. En luister eens goed wat alle... Het waren allemaal kerels die voor het podium staan naar me roepen. Maar dat lijkt me toch niet subtiel? Dat had zeker met mijn geslacht te maken. Ja, dat is niet subtiel. Nee, zeker niet subtiel. Dus dat ik uitgescholden word en dat daarbij ik uitgescholden word als vrouw. Ja, dat overkomt me heel vaak. Maar ik ben tegelijkertijd, en daar ben ik me wel heel erg van bewust, ook heel bevoorrecht. Ik heb natuurlijk ook gewoon een beetje macht. Dus ik ben ook beschermd. Ik ben veel beschermder, denk ik, dan veel mensen hier in de zaal. Joris, ik ben net helemaal vergeten de mensen die thuis zitten en die misschien ook wel vragen hebben. Zijn er vragen? Op dit moment zijn er nog geen vragen binnengekomen. Okay, dan is dit ook een oproep voor de mensen die thuis zitten. Precies. Kom zo hoor, kom zo naar je toe. Ik kom zo naar je toe. Wacht eventjes, er komt iemand met een microfoon ook naar je toe. Voor als je thuis zit, dan kan je dus ook vragen insturen. We hebben het nu dus over Black Lives Matter en discriminatie. Ja, Laila.
Ja, ik had een vraag, want ik kreeg ook kritiek op je kind. Heel veel mensen vonden dat hij onterecht werd behandeld. Wat vond u ervan dat mensen dat vonden over je kind? Ik weet niet of u het een persoonlijke vraag vindt. En dus dat, ik ben heel nieuwsgierig. Nou ja, kijk, het is voor mijn kinderen heel erg dat hun leven ook een beetje publiek wordt door mijn werk. Dus ze willen natuurlijk gewoon alleen zichzelf zijn en hun eigen identiteit. En ze willen niet dat die verbonden wordt aan mij. En ik vind dat opgroeiende jongeren privacy verdienen. En niet in de krant moeten staan. Dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen. En als we dan hebben over, we hadden helemaal aan het begin ging het over die belofte van vrijheid en die broeierige stad. En ja. Niet over uw kinderen, maar u persoonlijk. Voelt u zich vrij, zeg maar, nu nog als burgemeester, als een publiek figuur? Nou ja, los van het feit dat ik wel eens met name op social media word uitgescholden of er wel eens een bedreiging via social media komt. Maar ik fiets gewoon door de stad. En ik ga gewoon naar de supermarkt om mijn boodschappen te doen. Dus ja, ik voel me ook nog een hele gewone Amsterdammer. Op het terras zitten met uw kinderen? Als zij daar zin in hebben, wel, ja. nog meer vragen? Dan kijk ik naar Dirka. Is Dirk? Oh, hier wil je natuurlijk, Jamaira. U komt zelf niet uit Amsterdam, toch? Gewoon, maar nu woont u volgens mij wel in Amsterdam, toch? Ja. Maar zeg maar, heeft u nu een ander blik op de stad dan u eerst had? Want u zei in het begin dat u het een hele wilde stad vindt. Wat vindt u er nu van? Ja, ik woon al bijna 30 jaar in Amsterdam, inmiddels. Dus het is niet zo dat ik gisteren ben gekomen. Ik ben als jongen, ja, ik ben gewoon al heel erg oud. Heb ik ergens anders gewoond. Maar nu woon ik er. Wat vind jij van Amsterdam? Ik vind het... Ik heb niet echt een mening. Ik vind gewoon... Ik woon er zelf. Dus ik kan niet een reflectie doorgeven. Ik woon er gewoon. Ik vind, ja, het is gewoon een mooie stadje. Ja, dat vind ik ook. Ik hou gewoon heel erg van onze stad. Alleen die helmplicht vind ik nergens op slaan. Ik weet dat we daar zo ook nog over gaan praten. Over die helmplicht. Mensen hadden graag... Ja. Dirka, jij komt zo meteen. Dirka? Dikra. Oh, sorry, is dat verkeerd. Hoi. Wat vindt u van de situatie van Geert Wilders dat hij geen straf heeft gekregen voor groepsbelediging? Geen straf heeft gekregen voor groepsbelediging. Weet je, ik vind een... daar ga ik een beetje een ingewikkeld antwoord op geven. Ik vind het heel erg goed dat wij in een land leven waar alleen de rechter mag oordelen hoe ver de vrijheid van meningsuiting is. En dat niet ik als bestuurder kan zeggen dit mag jij niet zeggen of dit mag jij wel zeggen. Dat zie je in Rusland, in China, op allerlei plekken. Dan mag je gewoon je mond niet open trekken en dan krijg je de politie binnen en dan zijn het bestuurders die gewoon de politie je huis induwen. Dat is in Nederland niet zo. Daarom zijn wij een rechtsstaat. Alleen de rechter besluit wat wel en niet mag. En omdat alleen de rechter dat besluit, wil ik er niks over zeggen. Dank u. Okay. Ja, ik snap dat is een beetje teleurstellend. Kunt u wel iets zeggen over de uitspraak zelf? Los van de uitspraak van de rechter? Nou ja, kijk, ja, daar hoef ik niet heel geheimzinnig over te doen. Ik weet dat ik op de avond de uitspraak hoorde. En natuurlijk, zoals heel veel mensen, gewoon met open mond en heel geschokt daarnaar heb zitten luisteren. Omdat ik vond het kwetsend en ik vond het eigenlijk ook ordinair. Ik vond het plat. Dus ja, ik vond wat heel veel mensen daarvan vonden. Ja. Maar dat is iets anders dan beslissen of het wel of niet gezegd mag worden.
Ja. Latonia? Is de Latonia aanwezig? Ja. Even de vraag erbij pakken. Hoi, ik had een vraag. Wat vindt u van Black Lives Matter, democraties? En kunt u geen activiteiten bedenken om de gevoelens van woede en verdriet van onze black people te verminderen door de anderen een hardere aanpak te geven? Ik heb hier niets. Je deed het te snel. Oh, dus je moet even... volgens mij zijn het ook drie vragen. Ja. Misschien kunnen we die laatste, kan je die wel voorlezen? Even kijken. Nou, nee, doe maar alle twee om zijn beurt. We beginnen maar met de eerste, over de Black Lives Matter demonstraties. Ja, wat vindt u daarvan, van de Black Lives Matter democraties? Kijk. Jullie hebben vast alle gedoe rond de Damdemonstratie wel meegemaakt. Hè? Wie was er eigenlijk? Wie was er, ja. Vier mensen. En wie was er in de demonstratie bij de Bijlmer? Martin Luther King. Weer dezelfde. Ja. Je hebt hier een paar activisten echt in de zaal. Latonia, was je zelf ook? Nee. Waarom niet? Of? Ik kom niet uit Amsterdam, dus ja, ik was er niet bij. Wel ergens anders gedemonstreerd? Ja, bij ons, gewoon in Purmerend, hadden ze wel gedaan. Dus daar was ik wel naartoe gegaan. En waarom demonstreerde je voor de Black Lives Matter? Ja, omdat ik zelf ook donker ben en de situatie wat er gebeurde kon echt niet. Wat is voor jou de situatie? Ja, wat er met die man was gebeurd in Amerika, dat kon echt niet. Dus ja, het is wel logisch dat we gaan demonstreren. Je bedoelt George Floyd, hè, in Amerika. Ik denk dat het natuurlijk... het was niet de eerste keer dat er in de Verenigde Staten zoiets gebeurde. En ook niet de laatste keer. Wat natuurlijk heel bijzonder is, is dat dat een wereld, over de hele wereld een schok gaf. Hè? En daarmee het begin was van wereldwijde protesten. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen opstaan tegen racisme en tegen discriminatie. Omdat ik denk dat de gelijkheid van mensen en de vrijheid van alle mensen heel belangrijk is. En racisme maakt mensen onvrij. En dus die protesten en wat ze daarmee uitstralen, vind ik natuurlijk belangrijk. Maar als burgemeester van deze stad mag ik nooit de indruk wekken dat ik de ene demonstratie belangrijker vind dan de andere demonstratie. Want ik zorg ervoor dat iedereen kan demonstreren in deze stad. Dus de demonstratie zelf in Amsterdam... ik vind het goed dat Amsterdam vooral een naam heeft als een stad waar veel demonstraties zijn, waar iedereen zich kan uiten, waar mensen ook kunnen laten merken als ze het ergens heel erg mee oneens zijn. En dat geldt voor de Black Lives Matter demonstraties, maar we hebben ook de boerendemonstraties gehad in Amsterdam. Maar de strijd tegen racisme, wereldwijd en in Nederland, is wel heel belangrijk. En je had ook nog een tweede vraag. Kunt u geen activiteiten bedenken om de gevoelens van woede en verdriet van onze black people te verminderen? Om de gevoelens van? Woede en verdriet. Ja. Oh. Ja. Kijk. Heb jij last van verdriet erover? Ja, het is wel verdrietig, maar het is niet dat ik, ja... Ja, gewoon algemeen. Ik denk dat mensen er algemeen wel verdrietig van worden. Kijk, ik denk dat het voor mensen persoonlijk, die gediscrimineerd worden... Het is een ervaring van, je wordt vernederd, hè? Je voelt je klein gemaakt en heel onrechtvaardig behandeld. En zeker als je jong bent, kun je dat lang bij je houden. Kan je lang het verdriet en de woede daarover bij je houden. Ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is om altijd aan dat onrecht te herinneren en altijd aan mensen in deze stad te laten merken
Dat welke kleur je ook hebt, wat je geloof ook is, dat je erbij hoort. En ik denk dat wij in de stad steeds vaker de verhalen moeten gaan vertellen. Nou, laat ik maar een heel concreet voorbeeld. We hebben de slavernijherdenkingen in Amsterdam. De stad Amsterdam heeft natuurlijk in het verleden zelf behoorlijk in de slavenhandel gezeten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij meer herinneringsmomenten krijgen. Dat we ons vaker uitspreken over het onrecht van slavernij. De pijn die dat ook eeuwen later nog kan geven. En ik hoop dat je daarmee mensen een beetje troost. Door er meer aandacht voor te vragen en in opstand te komen als mensen gediscrimineerd worden. Is dat genoeg antwoord voor je? Dankjewel, Antonia. Hiervoorin was volgens mij, als het goed is, ook nog een vraag. Een van jullie? Ja. En kan je zo, als de microfoon bij je is, ook even je naam vertellen? Goedendag, ik heet Vairo. U zegt het heel mooi net over dat er meer herinneringen gemaakt moeten worden over wat er is gebeurd. Maar u als burgemeester zijnde, wat kan u eraan verbeteren, zeg maar? Maar je bedoelt wat er gebeurd is met George Floyd? Nee, u zegt net over slavernij, over herinneringsmomenten. U als burgemeester zijnde, wat kan u daarin voor ons betekenen dan? Nou, kijk, wij hebben bijvoorbeeld, we hebben de Ketikoti maand. En die opent altijd met een slavernijherdenking in de ambtswoning, het huis waar ik woon. Want die ambtswoning die is gebouwd met geld uit de slavenhandel. Dus eens per jaar komt er een gemeenschap samen om te herdenken bij het monument ter nagedachtenis van de slavernij. Maar er is natuurlijk al heel lang de discussie of Amsterdam ook niet excuses moet gaan maken voor de slavernij. En wij hebben daarvoor, want je wil dan niet zomaar gewoon even sorry zeggen. Weet je? Het moet ook echt betekenis hebben. Je moet weten waarover het gaat. Dus wat wij hebben laten doen, is we hebben net een onderzoek, groot onderzoek laten doen naar welke betrokkenheid was er nou eigenlijk van de gemeente Amsterdam en de stad Amsterdam bij de slavenhandel en bij de slavernij. En dat boek dat verschijnt over 2 weken. En dat laat heel uitgebreid zien waar de stad fout zat. En dan blijkt er bijvoorbeeld dat ook burgemeesters een paar eeuwen geleden ook zelf geld verdiend hebben aan de slavernij. Nou, daar met zo'n boek kun je de discussie gaan voeren. Daar komt natuurlijk aandacht voor. Dan kunnen we meer momenten gaan creëren. En dan kan ook het moment aanbreken dat je besluit om werkelijk een excuus te gaan maken. Zou u daarvoor zijn? Dat ga ik nog even geheim houden, want dat boek verschijnt en dat gaan we. Maar ik geloof wel dat jullie iets af kunnen lezen uit wat ik zeg. Oké, spannend. Ja. Nog wachten we eventjes, hoor. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt dat het boek gaat laten zien waar Amsterdam fout zit, krijg je dan geen discussie over het boek zelf? Over dat het wat terecht is of niet terecht is. Oh ja. Natuurlijk, overal krijg je discussies over, maar dit is echt door hele goede onderzoekers gemaakt, die gewoon met feiten kunnen laten zien. Weet je, ze hebben bijvoorbeeld, we hebben een gemeentearchief in Amsterdam. En in dat gemeentearchief, daar hebben ze allemaal eigendomsakten gevonden uit de 17e eeuw. Waarin gewoon rijke mensen uit die tijd opschreven wat hun eigendom was. En dan schreven ze bijvoorbeeld op dat ze slaafgemaakten als eigendom hadden. En ook kinderen als eigendom hadden. Nou, dat zijn gewoon bewijzen. Weet je, dat zijn feiten. Dat zijn geen meningen. Dus daar kun je eigenlijk niet over discussiëren. Maar dat zegt u eigenlijk, dat er ook dan wel een excuus gemaakt moet worden. Want je hebt niet zomaar slaven dan, toch? En als eigendom, zeg maar. Ja. Dus er moet wel een excuus gemaakt worden, als ik het zo kan lezen. Kijk, weet je waarom ik daar nog niks over kan zeggen? We hebben met de gemeenteraad afgesproken dat het boek wordt gepubliceerd, dat er dan een discussie in de gemeenteraad komt en dat dan de stad een beslissing neemt. En dan zal ik uitspreken wat die beslissing is.
Maar ik moet gewoon even, want zo werkt een democratie, even wachten op wat er democratisch wordt vastgesteld. Maar volgens mij horen jullie wel aan mij waar ik sta. Oké, dankjewel. En dan wil ik nog even, want we moeten zo eigenlijk wel weer afronden. Er waren twee mensen die vonden heel belangrijk een vraag over helmplicht. Wie waren dat? Ja, vooraan. Oh ja, hier nog. Er waren er twee. Wat is je naam? Ea. Ja. Vindt u het geen ongelijke behandeling dat andere steden geen helmplicht hebben, maar Amsterdam wel? Nee, dat vind ik het niet. In elke stad. Even voor de duidelijkheid. Iedereen denkt altijd dat ik de helmplicht heb ingevoerd. Dat is niet zo. Dat zeg ik even voor mijn kinderen, vooral. Maar elke stad mag maatregelen nemen die alleen in die stad gelden voor de veiligheid van het verkeer. En Amsterdam is dichtbevolkt. Er zijn heel veel scootertjes. Er waren veel ongelukken. Veel conflicten op de fietspaden. En dan mag je als stad een beslissing nemen over een helmplicht die je bijvoorbeeld niet hoeft te nemen in een dorp, waar er veel minder verkeer is en waar mensen veel minder snel ongelukken hebben. Maar denkt u dan ook niet dat die ongelukken alsnog gaan gebeuren als ze op de weg zeg maar rijden? Maar denkt u dan ook niet, sorry ik ga even voor de mensen thuis. Ja. Denkt u dan ook niet dat de ongelukken toch gaan gebeuren voor de mensen die op de wegrijden? Nou ja, het is nu ongeveer een jaar zo, hè? Iets meer dan een jaar. En het is onderzocht wat het effect is. En er zijn gewoon veel minder ongelukken met letsel sinds de helmplicht is ingevoerd. En er zijn ook veel minder conflicten. Op de fietspaden was het gewoon zo dat met name fietsers, het zat elkaar in de weg. En er was gewoon veel gedoe. Dus dat is ook verminderd. Maar het belangrijkste is toch dat je veiliger bent. En ik snap het hoor. Ik bedoel, ik heb geen scooter, maar ik zou het vreselijk voor mijn haar vinden. Eigenlijk. En ik snap dat het irritant is, want scooterrijden is een stuk minder leuk daardoor geworden. Kan ik me allemaal heel erg voorstellen. Maar ja, veiligheid is wel belangrijk. Dankjewel. Hoeveel vragen denk je dat ik nog mag? Want ze hebben nog twee vragen die ik eigenlijk best wel interessant vind. Maar, of zei je net niet iets over de tijd? Nee? Ik kijk jou aan. Nee? Oké. Okay. Nou, dan doe ik nog twee vragen. Namelijk eentje over lachgas van Pamela. Ja. Wat vindt u van lachgas? Oké, dan doen we alleen niet van lachgas. Je had niks over lachgas? Hé, hey, een vraagje. Gebruiken jullie allemaal lachgas? Wat zegt u? Wat zegt ze? Ja. Oh, nee. Nee, slagroom, ja. Sorry. Hi. Hallo, ik ben Pamela. Wat vindt u van lachgas? Ik heb nog nooit gebruikt. Nee, maar wat vindt u van het gebruik? Sorry. Wat vindt u dat het wordt gebruikt? Het gebruik in het algemeen. Niet ik ben daar best wel bezorgd over. Omdat ik denk dat het gevaar echt heel erg onderschat wordt. Hè, en dat weten we ook. Kijk, voor alles geldt. Als je het met mate doet, dan af en toe iets drinken, een blootje. Zolang je het maar een klein beetje doet, is het niet gevaarlijk. Dat zal voor lachgas ook gelden, maar wat je ziet is dat en mensen gaan op een scooter zitten met lachgas of in een auto zitten, maar vooral ze gebruiken echt heel erg veel. En het schijnt toch wel degelijk ook je hersenen aan te kunnen tasten en tot verlamming te kunnen leiden. Dus ik maak me daar wel heel erg zorgen over, over wat er met lachgas aan de hand is. Verbieden? Ja, het valt toch nog niet aan de drugs. Ja, kijk, verbieden, daar is de regering nu mee bezig om te kijken of we het kunnen verbieden. Bij al die dingen geldt, dan moeten we het ook kunnen handhaven. En wat we natuurlijk weten is, dat wordt eigenlijk vooral met scootertjes en in auto's de stad rondgereden en thuis afgeleverd. Dus ik denk dat verbieden, of het in ieder geval heel erg beperken, goed zou zijn. Als je er ook goede controle op kan hebben. Duidelijk. En echt heel erg bedankt voor jullie vragen. En dan wil ik nu
Emin en Defran het podium geven. Want die hebben een rap gemaakt speciaal over vrijheid. Trouwens. Hallo. Oké, klaar. Hoi. Vrijheid, dat hebben wij. Vrijheid, dat zoeken zij. Kan niet blij zijn, wereldwijd geen vrijheid. Krijg een never mij klein, ik heb zoveel dingen aan mijn hoofd. Broertje, zeg maar, wat is vrijheid? Is het zeggen wat je wilt en iedereen zijn bij zijn? Kunnen het proberen, maar ze krijgen never mij klein. Je voelt je wel vrij, maar kijk dan even naar je tijdlijn. Wacht even, kijk in China naar Oeigoeren en naar jouw leven. Word wakker, maak geluid en blijf het nieuws delen. Geen nieuws van de media, want hun zullen het omdraaien. Ons leren omkeren, alles manipuleren. Ze zullen ook nog iedereen over een kam scheren. Alles gaat veranderen, want we gaan ervan leren. Moeten opstaan, het is tijd voor een verandering. Stop met praten, het gebeurt als je pas begint. Dat hebben wij. Vrijheid, dat zoeken zij. Kan niet blij zijn, wereldwijd geen vrijheid. Krijgen never mij klein, ik heb zoveel dingen aan mijn hoofdje. Vrijheid, dat hebben wij. Vrijheid, dat zoeken zij. Kan niet blij zijn, wereldwijd geen vrijheid. Krijgen never mij klein, ik heb zoveel dingen aan mijn hoofdje. Leef in een land met rechten. In bepaalde landen moeten ze ervoor vechten. Grenzen verleggen, we leven multicultureel. En dat is waarom we ons aan elkaar moeten hechten. Ik zelf zie dit land als een van de beste. Mijn naam is Emin, ik kom uit het west. Onze mening is super belangrijk. Ik kan lachen en chillen met schaals in de wijk. Terwijl er nu in China nog steeds Chinezen moslims vastzitten en niet worden bevrijd. Het is alsof zij al liggen in een lijk. Die mensen daar hebben geen rechten en worden genomen in de zijk. Ik krijg nog steeds een rot gevoel als ik naar de video's kijk. Naar de video's kijk. Vrijheid, dat hebben wij. Vrijheid, dat zoeken zij. Kan niet blij zijn, wereldwijd geen vrijheid. Krijgen never mij klein, ik heb zoveel dingen aan mijn hoofdje. Vrijheid, dat hebben wij. Vrijheid, dat zoeken zij. Kan niet blij zijn, wereldwijd geen vrijheid. Krijgen never mij klein, ik heb zoveel dingen aan mijn hoofdje. Vrijheid, dat hebben wij. Ook kunnen zij niet met familie praten. Er is geen bereik, de mensen die zeggen dat ik zo hoor. Ik weet niet waar dit naartoe leidt, maar dit gebeurt wereldwijd. En daarom moeten wij blij zijn met onze vorm van vrijheid. Dankjewel. Emin en Defran. Hartstikke bedankt, hartstikke bedankt. Ik denk dat dat een hartstikke mooie afsluiting is voor deze middag. En volgens mij had ik ergens, zag ik bloemen. Maar ik weet niet wie dit... Dan ga ik in de tussentijd eventjes dankjewel zeggen. Heel erg bedankt voor jullie. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik vond dat jullie hele interessante vragen hadden. En ik wil ook het V-Fonds bedanken. De MBO-raad, Nationaal Comité 4 en 5 mei. Stichting Uitvoering 75 jaar Vrijheid. Het ROC van Amsterdam. En Nina van Vught, Bart Hendriksen, Duca Overmans, Munia Daras, MBO College Westpoort Noord. En natuurlijk hartstikke bedankt, burgemeester Femke Halsema. Mag ik... Ja, sorry, je staat klaar. Mag ik jullie ook bedanken? Ik vond het echt geweldige vragen die jullie allemaal hebben gesteld. En ook heel erg leuk, zo spontaan als jullie af en toe durfden te zijn. Zet hem op. Like me, everywhere I see a soldier, everywhere I see.